Dirk Kuyt, die hadden we net direct na afloop voor de microfoon. Die was opgetogen dat hij weer een keertje speelde. Wat is zijn situatie bij jou? Want hij is reserveaanvoerder, maar is dat niet een vorm van zoethoudertje? Als jij dat weer zo negatief wil uitleggen, ik vraag het aan jou. Moet je het gewoon doen. Nee, waarom? Ik vraag gewoon, is dat een zoethoudertje? Want ik bedoel, hij... Waarom een zoethoudertje? Omdat je als nummer 1 spits Huntelaar en nummer 2 van Persie of net andersom hebt. En aan de rechterkant heb je Schaken, Narsing en Lens voor hem. Dus hij heeft nogal wat voor zich. Ja, dat klopt. Daarom speelde hij ook niet. Nee. Maar wat is het woord zoethoudertje goed voor dan? Nou, dat, ik leg het je uit. Je houdt hem bij de selectie, je maakt hem reserveaanvoerder. Maar als je nooit speelt, waarom maak je hem dan een reserveaanvoerder? Hij heeft vandaag gespeeld. Nooit speelt. Het nooit is alweer een verkeerd woord. Ja, maar in de grote wedstrijden is hij er niet. Oh nee, hij kan invallen voor de balans in het team. En dan heb je een hele belangrijke rol hoor. Maar goed, jij moet zo nodig zeggen dat het een zoethoudertje is. Ik ben heel blij met Dirk Kuyt. Ik hoop dat hij nog 2 jaar erbij is. Want hij speelt ook buiten het veld een enorm belangrijke rol. Wat betreft Roemenië, komen er nog mensen bij van Jong Oranje? Dat zul je morgen horen. Niet zo nieuwsgierig zijn, denk ik dan maar. Omdat ik een iets vraag over Kuyt wat je niet leuk vindt. Nou, ik vind het irritant dat je een speler als Kuyt met zoveel interlandervaring, die bij Fenerbahçe doelpunt aan doelpunt dreigt, iets gaat voorhouden als zijnde dat het een zoethoudertje is. Ik vind dat echt geen respect voor een speler als Dirk Kuyt. Ja, ik heb heel veel respect voor Dirk Kuyt, maar ik vraag het je alleen maar. Dan vind ik dat Schaken ook een goede wedstrijd heeft gespeeld. Vond je dat ook de eerste helft? Hij stond erg vaak met zijn gezicht naar de zijlijn, terwijl hij misschien beter met zijn rug naar de zijlijn kon staan, dat hij open staat. Ik heb nooit gezien dat hij met zijn gezicht naar de zijlijn, want dan zou hij met de rug naar de bal hebben gespeeld. Daar geloof ik er dus helemaal niets van. Ja, ik heb het een aantal keer gezien. Ja. En ik zat aan zijn kant de eerste helft. Ja, en dan heb je gelijk. Nou. Heb ik ook een keer gelijk? Ja, als dat zo is, heb je gelijk. Vond je niet dat het te traag ging? Nou, dat zeg ik net. Volgens mij heb ik dat net al. Maar ik bedoelde qua diepte, wat eerder dieper. Je reserveaanvoerder, als ik erover mag beginnen, Dirk Kuyt. Hoe staat hij erop op dit moment? In de pickorde, in de rangorde? Nou, ik vind dit weer een hele vreemde vraag. We hebben 23 spelers. En dan haal je Dirk uit. Nou, ik denk nu voor de derde keer eruit. Dus ik begrijp deze vraag niet. Jij had het net over vanavond hebben we het best pressing gespeeld wat we ooit gespeeld hebben. Ligt daar ook een kwaliteit van Nigel de Jong, vind je? Nee, jij wil weer spelers eruit halen. En ik doe dat niet. Want volgens mij doet het hele elftal dat. En als je in de aanval niet begint met die pressing, dan kan de rest ook niet meer pressen. Dus het gaat om het hele elftal en de jongen is daar een schakel in. Was je wel tevreden over? Nou, dat zijn altijd momenten dat ik niet tevreden was. En dat heb ik met iedere speler. Maar jij probeert weer de jongen eruit te halen, omdat je dat op de een of andere manier wil pushen. Ja. Nee hoor, waarom zou ik dat moeten pushen? Maar waarom heb je dan niet over Janmaat? Die was erg goed. Oh, fijn. Maar die is altijd goed. Dus ja, dat is voor ons een ABC'tje trainen. Ja, oké. Okay. Als dat zo is, dan heb je gelijk waarschijnlijk. Hoe breng jij zo'n avond door nu vanavond? 8-1? Nou, ik zie dan weer mijn kinderen. Die zijn in het stadion. Dus dan zie ik ze weer eens. Dus dat vind ik wel prettig. Maar ik neem een extra wijntje erop. Dat mag wel, denk ik. Ja, absoluut. Fijne avond. Dank je. Je laat Depay nog even invallen. Is dat een beloning voor zijn gedrag en hoe hij zich gemanifesteerd heeft bij jullie de afgelopen week? Ja, ik vind dat hij zich heel goed staande heeft gehouden. Jongen is 18, het is een leuk ventje. 18 jaar en die heeft op het niveau van het Nederlands elftal getraind. En zeker niet onder dat niveau. En ik gunde hem zijn debuut. En dat heeft hij mogen maken. En
Dat is mooi toch, voor zo'n jongen. Hij stond in de rust, stond hij balletjes hoog te houden met drie ballen, jongens. Ik hoop niet dat hij daar een drijver om zijn oren krijgt, want dat mag hij gewoon blijven doen voor jou, denk ik. Hè? Nee, dat mag hij niet doen. Oh, maar het zegt wel iets over zijn mentaliteit. Nou, dat vind ik niet, want hij moet zich professioneel opstellen en moet in de kleedkamer zijn, want dan heb ik aanwijzingen. Dat was toen de spelers naar buiten gingen wat eerder, okay. De reservespelers. Dus die stonden er bij te kijken. Ik denk van, nou, dat zegt heel veel over deze man. Hij is een liefhebber, ja. Dat is zo. Maar je moet natuurlijk wel weten wanneer je dat moet doen. Maar als jij mij nu zegt dat het voor de wedstrijd was, dan maakt het niet uit. Dan is het mooi. Gelukkig. Hoe bedoel je gelukkig? Nou, dat hij daar niet voor aan zijn oren getrokken wordt. En gelukkig dat de bondscoach happy is. Nou, jij geeft misschien wel verkeerde informatie door. Ik heb heel correcte informatie doorgegeven. En ik ben blij dat je een keer naar me lacht, Louis. Oké, goed zo. Mooie avond. Jij bent happy. Er wordt ontzettend veel vanavond ook weer gesproken over wie zou de opvolger van Van Gaal worden. Er is van jou van de week gevraagd van, zou je ook nog willen blijven? Je zegt, ik ben altijd klip en klaar. Als ik iets zeg, dan doe ik dat. Dus dat doe jij niet meer. Als ik één ding over je uitdaging mag vragen, dat wordt of genieten in Portugal of een uitdaging. Zou er ook een Nederlandse uitdaging tussen kunnen zitten, Louis? Nee. Ook? Klip en klaar? Nee. Dus Feyenoord hoeft niet te komen? Nee hoor. Dus dat moet een mooie buitenlandse club worden? Of kan het ook nog een land worden? Nee. Ook niet meer? Nee hoor. Dit heb ik ook al uitgelegd wat ik van deze functie vind. Dus ja, ik hoef het niet nog een keer, want dan worden de mensen weer boos. Maar ik denk dat ik iedere dag... Boos omdat je het niet zo leuk vindt in de aanloop ernaartoe, maar dat je de eindronde alleen leuk vindt. Ja, en daarvoor heb ik het gedaan. En daarvoor heb ik me opgeofferd anderhalf jaar. Want je kan ook geen prijzen winnen. Is het echt een opoffering, Louis? Ja, omdat je... Is toch de mooiste baan van Nederland? Nee, dat is... Ja, het is de meest eervolle baan van Nederland. Hè? Het is de hoogste baan die je in Nederland kan uitoefenen. Maar je kan ze niet kneden, dat irriteert jou. Dat is wat anders. Maar inderdaad, je kan... In 10 dagen tijd moet je proberen om die visie over te brengen. En dat moeten ze dan in die 10 dagen dan leren. Of verbeteren. Of een stap maken. En aangezien we nog in een selectieproces zijn. Ja, dan is het wel moeilijk. Maar je ziet dat de visie de binding is van het elftal. En ik heb begrepen dat Oekraïne... verloren heeft vandaag. Dat betekent dat wij het enige land in de wereld zijn die niet verloren heeft. Dat is wat, hè? Dat is wat, ja. Het gaat best goed. Toch wel. Nog een paar keer te bewonderen in Nederland op de Nederlandse televisie. Louis van Gaal. Ja, met jou. Waarschijnlijk. Maar dat vind je niet zo leuk. 2014 gaat het pas eindigen. Ja, nou, dan zit je nog een paar keer aan me vast, Louis. Ja. Volgens mij moeten we eruit. Okay, leuk dat je er was, Louis. Okay. En dit was het van ons. Okay. Wesley Sneijder, die is er eigenlijk toevalligerwijs bijgekomen door omstandigheden. Is hij in jouw ogen gegroeid in deze twee wedstrijden en in deze trainingsweek? Hoe staat hij erop bij je? Nou, hij is een van de spelers die ik geselecteerd heb. En die heeft de kwalificatie bewerkstelligd. Is hij fit? Nee, dat is hij niet. Maar dat weet hij zelf ook wel. En hoeveel fitter moet hij nog worden, Louis? Daar gaat het niet om. Toch wel? Nee, daar gaat het op dit moment niet om. Volgens mij hebben we ons gekwalificeerd. Ik vind dat hij zich ongelooflijk goed heeft opgesteld. Dat hij alles heeft gegeven om het resultaat te bereiken die we wilden hebben. Nou, dat is belangrijk. Is hij er dichterbij gekomen? En hij komt, hij wordt echt wel fit. Alleen ja, als jij anderhalf jaar niet gevoetbald hebt, dan zal je heel wat moeten trainen en wedstrijden spelen om weer die fitheid te krijgen die hij bij Inter Milan had. Je hebt heel veel gewonnen als coach. Je hebt één teleurstelling, één grote teleurstelling, dat is niet kwalificeren in 2002. Is dat smetje nu weggewerkt? Nee, volgens mij was het geen smet. Wordt ook maar iedere keer erbij geroepen. Dan moet je kijken hoe wij dat geëvalueerd hebben. Of hoe de kaart... Het was wel een teleurstelling voor je destijds. Ja, maar dat is toch geen smet op mijn carrière. Maar is dat nou lekker weg?
Nee, want volgens mij is er nog een WK. En in dat WK moet je presteren. En dan moet je ook niet de eerste ronde eruit gaan. En we hebben een heel jong team met een paar oudere spelers. Nou, ik hoop dat wij verder komen dan de eerste ronde op het WK. Dit is pas het begin. We zijn nog aan het bouwen. En als je nu, ik heb van tevoren ook gezegd bij deze ronde, kwalificatieronde, dat het de moeilijkste selectieronde was. Omdat iedereen ziek, zwak of misselijk is. En je kwalificeert je toch als eerste land van Europa. Dan doe je het toch hartstikke goed. Natuurlijk is het spel voor verbetering vatbaar. Maar dat komt. En wij hebben ook goede wedstrijden gespeeld. Hongarije uit, Roemenië uit. Ja, dat is toch niet verkeerd hoor, denk ik. Je gaat vanavond nog een drankje doen? Ik neem aan dat je niet op mij zit te wachten dat ik er eentje bij kan doen. Nou, volgens mij zit jij niet bij ons in het hotel. En nodigen wij niemand uit. Ja. Wij vieren dat met elkaar. Oké, dat is duidelijk. Maar, veel plezier. Dank je. Je hebt gezegd, drie zijn er zeker. Dat heb je al heel snel gezegd. Strootman is zeker. Robben is zeker, die vandaag gemist wordt. Van Persie is zeker. Ik weet niet of jij gelovig bent, maar het lijkt me heel verstandig dat je regelmatig naar de kerk gaat, wat kaarsen op gaat steken, dat die er in ieder geval bij zijn, dat die fit zijn. Ben je een gelovig mens? Nou, maar dat heb ik van dag één gezegd, dus ik vind dat niet een fantastische opmerking nu van jou. Nee, maar die moeten fit blijven, want anders dan hebben we misschien erg weinig kans om heel ver te komen. Ja, maar goed, dat geldt voor ieder land. Als je daar de drie beste spelers eruit haalt, dan hebben zij een probleem. We zijn wel erg afhankelijk van ze, toch? Qua meerwaarde? Nou, ik denk dat dat ook geldt voor de Franse ploeg. Als je daar drie spelers eruit haalt, krijg je ook een verval. En datzelfde geldt voor ons. Hoe denk je dat jij erop staat als bondscoach bij onze lieve heer? Nou, dat mag jij zelf nagaan wat ik allemaal gewonnen heb enzovoorts. En dan kan je zien of ik er goed op sta. Mag jij die vraag beantwoorden? Mag ik je wat vragen over het systeem? We hebben net met Van Persie over gesproken. Die zegt van ik sta er volledig achter, ik geloof erin. Als zometeen Robben er bijvoorbeeld bij komt, hè, die zal dan in principe een van de twee centrumspitsen worden. En heb je het met hem erover gehad dat hij dan wel vanaf zijn kant, zijn favoriete rechterkant, niet meer zo makkelijk naar binnen kan? Is dat niet zonde, Louis? Ja, jij kan allerlei bespiegelingen maken, maar in de praktijk moet het blijken. Maar je hebt er wel met hem erover gesproken of hij erin gelooft om in een twee spitsen systeem te spelen? Ja, dat heb ik ook. Maar dat hoef ik toch niet aan jouw neus te vertellen, of wel? We kunnen het moeilijk over de grensrechter hebben, toch? Nee, maar ik vind niet dat wat wij met elkaar bespreken, dat jij dat moet weten of het publiek moet weten. Want volgens mij moeten wij ons werk doen met elkaar. En op het moment als ik één woord laat vallen, dan gaan de media daarmee aan de haal. En daar heb ik geen zin in. Hoe staat Sneijder ervoor? Je hebt een staf van zeven, je hebt alles en iedereen bekijkt. Ik ga niet in op individuele spelers. Dat kan je wel iedere keer vragen. Vraag dan naar de wedstrijd en probeer eens te variëren in je vraagstelling. Ik vraag naar de wedstrijd, ik vraag wat je ervan vindt. Maar ik mag toch wel vragen, Sneijder, dat lijkt me er eentje die het verschil kan maken. Hoe die ervoor staat, of je hem fitter vindt dan twee maanden geleden. Hij scoort, je ziet hem, dus dat is toch een normale vraag? Ja, wij zien hem iedere week, Hans. Ja, en wat dus vind je van hem? Dat hij vooruit gaat. En in de buurt komt om het verschil te maken bij jullie. Op een plek die voor hem gemaakt is. Dat gaan we toch volgende week zien. In principe heb ik alles gedaan om hem zo goed mogelijk te laten spelen. En ook voor Van der Vaart. Want de positie van 10... is nu voor hun geschapen. Ja. Alleen het moet in de praktijk nog maar blijken. En jij gaat er maar van uit dat het omdat Sneijder in het verleden een ongelooflijk fantastische voetballer... Ik wou bijna zeggen was.
Nou, dat moeten we nog maar afwachten of het was is of is. En dat zal volgende week in Portugal moeten blijken. En die week daarna in die vriendschappelijke wedstrijden. Want al deze jongens hebben hun stinkende best gedaan. Maar het gaat er wel om op het moment suprême de kwaliteit te leveren. En dat konden we vandaag niet in balbezit. Nou, ik ben toch blij dat je een klein beetje over Sneijder verteld hebt. Het allerlaatste. Hoe is het met Janmaat? Als ik toch namen noem. Nou ja, Janmaat is geblesseerd. Dat heb je zelf gezien. Dus is het ernstig? Nou ja, we denken dat het meevalt, maar zoiets moet je altijd de tijd geven om het pas morgen of overmorgen echt te evalueren. Want nu doe je dat klinisch en morgen kunnen we dat misschien met een scan of MRI doen. Van de week was je zo charmant, Louis. En nu ben je toch af en toe weer een beetje boos. Maar ga nou eens terug, je stelt drie keer dezelfde vraag. Maar je geeft de derde keer antwoord. Ja, is dat dan de tactiek van je? Nee. Okay. Maar ik vind het wel lekker om iets over Sneijder te horen. Dankjewel. Nee, want je hebt niets over Sneijder gehoord. Niets. Want hij moet het volgende week bewijzen. Kijk maar terug wat ik gezegd heb. Hij komt eraan. Dank je. Dat smetje van 2002 niet kwalificeren. Is dat nu helemaal weg? Nee, natuurlijk. Is dat uit je systeem nu? Want je bent bijna gekwalificeerd. Dat kan niet meer missen, hè? Nou ja, mijn ambitie was om deze job te aanvaarden, omdat ik één keer nog dat zo'n EK of WK wilde meemaken. Nou, we zijn hard op weg om dat te doen. Dus, en dan wil ik zo ver mogelijk komen natuurlijk. Ja, maar voor dit soort momenten heb je het gedaan. Ben je teruggekomen? Nou, voorlopig zijn we er nog niet. En volgens mij is de doelstelling van de KNVB om bij de eerste vier te komen. Nou, dat vind ik nogal wat. Dus willen wij aan die doelstelling voldoen, dan moeten we nog heel wat winnen. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je even wat beter slaapt dan 10 jaar geleden, toch? Ja, zeker. Maar toen stonden wij er steeds slecht voor. Omdat wij in de eerste twee partijen 5 punten hebben kwijtgespeeld. Ja, dan loop je achter de feiten aan. En nog konden we ons kwalificeren toen. En dat hebben we helaas niet kunnen waarmaken. Destijds zei je spelers plus, media min. Je bent wat ouder geworden. De media, sommige media zijn ook wat ouder geworden. Hoe is het met de media? Nog steeds min? Of? Nou, die kan je zelf iedere dag lezen, die media. Dus beoordeel dat dan zelf. En laat die beoordeling deze keer maar niet aan mij over. Nee? Nee. Het is nog steeds min? Nee? Nou, sommige media misschien wel, hè? Denk je niet? Je staat me toch niet door drinken aan te kijken, of wel? Jij treedt wel eens op in die programma's, toch? Dan ben je toch onder... Dat soort programma's, ja. Dat soort media bedoel je? Ja, dat is ook toch media, of niet? Ja, daar ben je niet zo gechameerd van, hè? Nou, als je voor een grote gek verslijt, dan vind ik het wel erg ver gaan. Jij niet? Oh... Het gaat... Ja, nu moet jij antwoord geven. Ja. Nee, het gaat, als ze dat over jou zeggen. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen dat het niet leuk is. Oké. Nou. Je hebt de vorige keer tegen mij overtuigend gezegd van... je doet het maar om één ding. Het is een opoffering, min of meer, het bondscoach zijn. Die eindronde, daar gaat het om. Is er dan iemand in de afgelopen weken geweest die tegen de bondscoach heeft gezegd van... wat maak je me nou? Wat ik altijd zo opvallend vind, dat je vragen stelt die je eigenlijk al kunt weten. En, ik vraag het omdat ik het niet weet. Nou, waarom denk je dat het niet het geval is of dat het wel het geval is? Nou, ik vraag gewoon, is het geval dat de KNVB zegt, wat maak je me nou bondscoach? Nee. Dat je het niet zo leuk vindt? Nee, want dat heb ik al gezegd toen ik het ambt aanvaarde. Alleen, ik heb een ambitie. En die ambitie is om op het WK te komen met spelers die voor me door het vuur willen gaan. En met die ambitie ben ik bezig. En dat heb ik al, denk, de laatste persconferentie 5 keer moeten uitleggen. En het lijkt me een normale ambitie. Want spelers hebben ook een ambitie. Die willen titels halen en
Van Persie gaat van Arsenal naar Manchester om een titel te halen. Maar we snappen jouw ambitie wel. Maar het was opvallend dat het een opoffering is. Prachtige baan toch? Ja, waarom vraag je nu weer naar de bekende weg die ik al in vorige persconferenties beantwoord heb? Waarom wil je steeds, wedstrijd beantwoorden, weer oversnijden die ik al beantwoord had? En nu moet ik weer vragen beantwoorden die ik ook al beantwoord heb. Louis, de enige vraag die ik stel is, heeft de KNVB niet gezegd van, goh, bondscoach, jammer dat je dat gedaan hebt? Nee, want dat moeten ze ook niet doen, want ik heb dat al gezegd bij de aanvaarding van het ambt. Gefeliciteerd met je punt. Gek, hè, dat ik dat toen al gezegd heb. Gek, hè? Maar ik vind het wel geweldig dat ik die baan heb. Gek, hè? Nou, ik ben blij om dat te horen. En gefeliciteerd met je punt. Toch? Nee. Nee? Waarom? Wij hebben 2 punten hier verloren. Nou, wat kijk je nu vreemd? Nou, ik laat je uitpraten. Oké. Goed. Goed zo. Dankjewel. Louis, ik wens je heel veel succes in... Dankjewel. Ik zie je niet meer, heb ik begrepen. Nee, vind je het jammer? Heel jammer, Hans. Heel jammer. Ik ook. Okay. Gefeliciteerd. Ik wens je het allerbeste. Je kan prachtig cynisch kijken, Louis, maar veel succes. Nou ga je weer iets interpreteren wat in jouw hoofd zit. Nou. Succes. Dankjewel.